Wat is jouw missie, wat is jouw doel voor deze South by Southwest? Nou, beroemd worden in Duitsland. En, lukt dat? Nou, al vrij aardig, al vrij aardig. Ja, er was vandaag ook een Duitse journalist die had een verslag gemaakt van onze presentatie. Dus die is vandaag gepubliceerd. En we hebben een interview met Der Spiegel gehad. Dus we worden groot in Duitsland, blijkbaar. Vertel even wat jullie doen. Nou, wij zijn van Setup. En ons project heet in Nederland De Nationale Verjaardagskalender. Hier hebben we hem omgedoopt tot DIY NSA. Vandaar ook het petje. Let's make the NSA great again. Ja, ons idee was om een poging te wagen om een database te bouwen van alle Nederlanders. En dat hebben we dus omgedoopt in een verjaardagskalender waarin we nou, namen, geboortedata, adressen, maar ook interesses van Nederlanders hebben verzameld, zodat we ze ook een goede cadeausuggestie kunnen gaan doen. En voor ons was dat eigenlijk een onderzoek om te kijken, nou, hoe makkelijk is het nou als je ja, het verzamelen van al die data en wanneer wordt het spannend en wanneer wordt het eng? En we willen hiermee ook nou, de grotere vragen stellen over hoe big data invloed heeft op ons leven. Hoe makkelijk is het om gegevens van mensen te verzamelen? Nou, dat bleek behoorlijk eenvoudig, echt schrikbarend eenvoudig. Wij zijn natuurlijk technologen, dus we hebben wel zo'n idee dat als wij online Hives en Schoolbank en al die websites gaan scrapen, dat we een end zouden komen. Maar eigenlijk heeft geen enkele website ook maar enige weerstand geboden. Dus we hebben eigenlijk heel veel data kunnen verzamelen en bij elkaar kunnen puzzelen. En dat is verrassend makkelijk gegaan. Ja. Dat is zo makkelijk dat zelfs onze privacy officers schrokken daar eigenlijk al een beetje van. Ja. En waarom is het een probleem als je verjaardagen bijvoorbeeld kunt verzamelen? Vroeger hadden we telefoonboeken van iedereen, wisten we ook waar iedereen woonde, hoe je ze kon bereiken, et cetera. Waarom is dat een probleem? Nou, ik denk dat als je iemands naam, geboortedatum en adres hebt, dan kan je in Nederland bijvoorbeeld al heel makkelijk iemands het internet afsluiten of dat soort dingen. Dus het is best wel een handige data om te hebben. En het is ook een hele fijne ruggengraat om andere data aan vast te plakken. Dus als ik weet wie iemand is, uniek persoon, dan kan ik vervolgens ook op zoek gaan naar zijn interesses. Bijvoorbeeld hebben we 50plusser.nl hebben we helemaal gescraped. Nou, dan heb je ineens gegevens van duizenden, echt vele duizenden ouderen, ja, mensen boven de 50. Waarvan je gewoon weet wat hun interesses zijn, wat hun ziektebeeld is. Dat noemen ze allemaal op die websites. En dat hebben wij nu allemaal in onze databases gestaan. Nou, uiteindelijk dat hebben we het niet in staan, want we hebben een aantal grenzen gelegd voor onszelf wat we niet verzamelen. Dus dingen over ras en ziektes en gender, dat hebben we allemaal niet opgepakt. Maar dat had heel makkelijk gekund. En we hebben ook bijvoorbeeld geen lekken gebruikt. Maar er zijn heel veel datalekken die we zo hadden kunnen opnemen. En dus wat wij doen is nog relatief tam. Maar als een hacker dit wil doen, zou hij eigenlijk in een paar maanden gewoon lekker scrapen. Heeft hij eigenlijk gewoon een bizar goede database van heel Nederland. Wil je een tegenwicht geven tegen, zeg maar, ook de technologie Hosanna die hier een beetje heerst? Ja, dat is precies waar. We zijn hier aan het hol van de leeuw wat dat betreft. Ja. Ja, we merken dat heel veel partijen heel blij zijn met big data. En ook, maar ook in Nederland, hè, waar de Hosanna heel erg wordt overgenomen toch vaak. Weinig kritisch wordt nagedacht over dit soort dingen. En wij proberen heel erg die nuance aan te brengen. Big data is niet slecht, hè. Big data is fantastisch. Bijvoorbeeld voor klimaatverandering, dat kan je allemaal meten daarmee. En dat is allemaal heel goed. Maar zodra het in de buurt komt van mensen en ons dagelijks leven, ons privéleven, dan zijn er wel een aantal dingen waar we ons bewust van moeten zijn. En ik denk dat dat iets is waar we nu nog niet bewust genoeg van zijn. Als je dit nu weet, heeft het jouw eigen gedrag online veranderd? Nou, ik werk bij een setup, dus ik ben al wel zo'n privacy sukkel eigenlijk. Hè? Dat is voor heel veel mensen hier een vies woord. Zo, soms, ja, als je vertelt dat je met privacy bezighoudt en je spreekt een Amerikaan hier, nou, dan zijn ze al praktisch in hun mond aan het kotsen eigenlijk, omdat ze het verschrikkelijk vinden. Dus ja, voor mijzelf niet. Maar hopelijk straks voor andere mensen wel. Jullie waren onderdeel van het programma, dus dat betekent dat je door een grote selectie al gekomen bent. Heel veel mensen willen hier een onderdeel van het programma zijn. Wat maakt jullie bijzonder? Ik denk ons gevoel voor humor. Dat merkten we heel erg. We kregen bijvoorbeeld complimenten van de schrijvers van The Daily Show, een groot Amerikaans tv-programma waarin veel humor en ironie wordt gebruikt. Ja, dat is precies waar we op hoopten. We proberen in die lijn te zitten van het gebruik van humor om het verhaal te vertellen. Want je kan heel vaak met dit soort vraagstukken over privacy heel Vissers heel erg mentaal bezig zijn, heel erg rationeel bezig zijn en rationele argumenten hebben, maar dat werkt vaak niet voor mensen. Wat wij bij Setup doen is, we zijn een stichting, een culturele organisatie, wij zijn goed in het bereiken van je gevoel, van je buikgevoel. Weet je? Daar werken we veel samen met kunstenaars. Dat helpt om het verhaal op een andere manier te vertellen, een manier die bij mensen toch wat beter binnenkomt. Als je een voorbeeld maakt, dan snappen mensen veel beter wat het probleem is dan als je het maar gaat hebben van ja, privacy is belangrijk, ja oké. Maar als je ineens zegt van nou ja, we hebben hiervoor een project gedaan, Copy Copy, samen met Juri Vierman en Dimitri Tokmetsis. Toen hebben we mokken gemaakt, koffiemokken met foto's van kinderen erop. En die foto's hebben mensen zelf op Flickr gezet, met een licentie die commercieel hergebruik toestond. Ja, als je dan vervolgens een mokkenwinkel begint op internet met foto's erop van hun kinderen, en je zegt iemands favoriete kind op jouw favoriete mok, dan worden die mensen ineens wakker. En, oh, maar mijn kind wordt nu verkocht. Oh, nu zien ze ineens wat er kan gaan gebeuren. En ja, dan maak je het gewoon concreet. Ja. Ja, dat is heel krachtig, want dat is meestal het probleem. Hè? Als je er is een groep mensen die hier heel druk over maakt, maar het moeilijk is om duidelijk te maken aan mensen wat er dan fout kan gaan. Welke andere mogelijkheden zie jij nog om dat mensen uit te leggen? Ik vind dit een prachtig voorbeeld. Nou ja, ik denk altijd humor. Ik bedoel, nou ja, een van onze voorbeelden is ook wel John Oliver. De manier hoe hij nou, best wel soms taaie inhoudelijke issues met humor aan de kaak weet te stellen. Nou, dat vind ik heel sterk. En volgens mij is dat ook een beetje, ja, we willen geen prekende dominees zijn. We zijn liever een soort van de hofnar met af en toe een grap over de koning. Zo, ja. Jij bent hier al eerder geweest. Vorig jaar was je hier van de partij. Als je nu terugkijkt, wat heb je eraan gehad? Ja, ik denk, vorig jaar kwam ik hier heel erg voor inhoudelijke kennis. Ik dacht, oh, ik ga heel veel leren. Dat viel iets tegen, maar wat ik wel heel erg heb geleerd, dit is echt een goede plek om te netwerken. Dat is wel echt, en ook nu merk je weer hoe makkelijk het gaat, hoe makkelijk met elkaar even naar zo'n rooftop bar gaat, lekker borrelt. Dat werkt gewoon heel erg goed. Dus ik heb hier voornamelijk heel veel interessante mensen ontmoet, ja, waar we mee verder gaan samenwerken. En dat hebben we afgelopen jaar ook gedaan, dat werkt gewoon heel fijn. Ja. Als ik jou vraag wat je eraan gehad hebt, wat zeg jij dan? Nou, ik heb wel één specifieke sessie gezien, ja, die, nou, om nou te zeggen dat hij mijn leven heeft veranderd is misschien wat overdreven. Maar fuck it, ja, hij heeft mijn leven veranderd. Want dat was DNA-land. En het was echt het idee, want het waren twee wetenschappers die een verhaal vertelden. Maar het waren eigenlijk, ja, je zat eigenlijk gewoon naar twee weird scientists te kijken. Die een stamboom van de hele wereld hadden gemaakt. Met allemaal gebruikte, aan elkaar gekoppelde gegevens van genealogie-websites. Dat hadden ze weer gekoppeld aan allerlei DNA-gegevens. En dat hebben ze ook nog weer gecombineerd met uit social media-accounts kun je de teksten die mensen daar gebruiken, daar kun je blijkbaar iemands persoonlijkheid uit afleiden. Dat hebben ze ook weer tegenover dat DNA heen gegooid. Daar krijg je echt iets heel erg bizars uit. En zij hebben daar gewoon, nou echt met volle overtuiging over gepraat. Zo van, nou, we zijn nu echt met iets heel bijzonders en iets heel goeds bezig. Terwijl het natuurlijk waarschijnlijk wetenschappelijk ook aan alle kanten allemaal de bocht uitvliegt. Maar ik vond dat echt een fantastisch en heerlijke presentatie. Gewoon heel raar was het. Ja, want hoe heeft het je leven veranderd dan? Nou, omdat ik nu voor altijd een goed verhaal heb voor op verjaardagen. En ja, dat is ook een kleine verandering. Maar het is zeker wel iets wat de rest van mijn leven meegaat. In mijn anekdotes koffertje. Voor jou, Setup, voor herhaling vatbaar? Absoluut, ja, zeker. Ja. Wat is de kracht? De diversiteit. Wat ik zo interessant vind aan Setup is dat er volgens mij geen festival in Nederland wat zo breed is. Het is echt een soort populaire cultuurfestival over technologie. Je hebt in Nederland ook wat allemaal conferenties over technologie, maar die zijn best wel in-crowd en best wel high-tech voor professionals. Hier komt echt heel veel. Het is echt zo'n populaire cultuur hier, dat hebben wij niet. Maar dat is wel heel, heel handig en heel sterk. En ik denk dat we dat ook zouden moeten hebben in Nederland. Dus dat vind ik al heel erg inspirerend.